Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Cultuurkanaal. Het medium waarin dat we heel wat leuke gasten uitnodigen op onze witte sofa's om het hier te hebben over het reilen en zeilen in showbizland. En naast mij zit jong talent, ja. Mervin. Hey. Ja, jong talent, want jij bent nog fris en fruitig. Hoeveel lentes, winters, herfsten tel jij? Ik tel momenteel 21 zomers. Maar kijk eens aan, dat is ongelooflijk. Ja. Hè? Dat is ongelooflijk. En jij bent zanger. Ja. Ja, recent begon het toch wel? Ja, ik heb mijn eerste single uitgebracht in volle coronatijd. Ja, goede timing, zou ik perfecte zeggen. Timing, voilà. Perfecte timing. Ik denk dat er geen betere timing eigenlijk bestaat. Nee, mopje. Ja, wanneer is het wel het goede moment, denk ik dan altijd ook. Dus was er een andere keuze om te wachten tot na corona? Misschien wel. Maar hoe lang zal corona nog duren? Ik wou net ook zeggen, wanneer dus eindigt nog corona? 10 jaar dus, en dan heb ik nog altijd niks uitgebracht. Dus. Ja, weet je, normaal was het wel de bedoeling dat de nummers gingen uitgebracht worden voor corona. Maar ja, opeens was het daar en kon het dan ook niet meer. Dus. Heb jij gewoon besloten om de daad bij het woord te voegen? Ja, omdat ik ook denk van uitstellen heeft op dit moment ook geen zin. Mm. Het is niet de evidente weg, maar moeilijk gaat ook. Daar ben ik steenvast van overtuigd. Ja. Die muzikale microbe, die zangmicrobe, die zat er al heel lang in? Of van hoe is die bal aan het rollen wel, gegaan? Wel, ik heb eigenlijk altijd eerst Michael Jackson geïmiteerd. Oké. Okay. Ik was een lookalike. Ik ben ermee gestart omdat ik 1 jaar of 10 was. Van zang kwam er niet zoveel in huis. Ik was echt gefocust op Michael Jackson, want dat was ook het enige wat mij ook interesseerde. Ik stond ermee op, ik ging er ook mee gaan slapen. Maar op een duur heb je het ook zo wat gehad om, door de simpele reden, ik kan jezelf niet meer vernieuwen, want Michael Jackson is jammer genoeg niet meer. Je brengt ook geen nieuwe muziek niet meer uit, geen nieuwe moves. Dus op een bepaald moment heb je het ook wel gedaan. Ja, dus dan is dat verhaal eigenlijk. Ja, en ik vergelijk het ook altijd zo, ik vergelijk het altijd zo met mensen die atletiek doen. Die altijd een record willen verbreken. Maar die op hun niveau zitten en beter worden zit er ook niet meer in. Ze zitten uiteindelijk aan een plafond. Ja, en ik kon ook niet meer beter worden. Ik zat op mijn niveau en hier en daar kon ik wel nog wat, de moves nog wat fine-tunen, maar uiteindelijk ging het eigenlijk niet meer zo goed. Ja, en toen dacht jij van, ik ga gewoon zingen. Wel, toen heb ik zo hier en daar, ik ben iemand dat graag zo ambiance brengt en zo een keer in een café zo een keer wat gezongen en zo onder de douche en ik dacht van, god, misschien moet ik daar iets mee doen. En dan zo dan de juiste mensen dan tegengekomen en dan in de studio gedoken en nummers geschreven. En meteen de keuze voor Vlaamstalig. Ja. Want als je natuurlijk Michael Jackson imitator was of Michael Jackson nadeed of toch enigszins, dan zit dat natuurlijk in een heel ander genre of ook een andere taal. Dus toch, die switch maken, die was voor jou niet moeilijk dan? Nee, ik ben al van jongs af aan eigenlijk ook gebeten door André Hazes. En ik vind, ik heb gemerkt dat ik bij het Nederlandstalig lied of het Vlaams lied, merkte ik dat ik echt dat ik snapte wat ze zongen en dat dat ook echt direct binnenkwam, wat ik minder heb met Engelstalige muziek. Ja, dus jij voelt je meer verbonden met alles, het repertoire. Ja, omdat alles begrijp je ook direct en alles komt harder binnen, want meestal bij Engelstalige muziek moet je dan zo denken, ja, over wat gaat dat hier weer, of wat wil de woordkeus weer zeggen. Dat is ook een uitdaging trouwens, want ook het publiek begrijpt natuurlijk elk woord dat je zingt. Dus voilà, dat je zo een keer verspreekt zo tijdens een optreden. Dan gaat iedereen dat ook wel geweten hebben. Bij Engels heb je het niet zo vaak. Want heel veel mensen zingen de Engelse teksten soms verkeerd. Dus je denkt van, wat zing jij? Maar als je dan gewoon goed bluft, dan gaat niemand dat doorhebben natuurlijk. Dat is natuurlijk een ander verhaal als je Nederlands-Vlaamstalig zingt. Ja, de mensen verstaan het wel direct. He. Maar dat is ook weer een uitdaging dan ook weer. Dat maakt het ook weer spannend. En voilà. Ik vind uitdaging wel leuk. Ja. Want als alles van zo vanzelf loopt, dat is misschien ook wel de reden waarom coronatijd, misschien ging het vlotter gaan zijn als het geen corona was, maar nu ging het niet zo vlot. Maar dat heeft u natuurlijk wel getriggerd misschien. Hè? Dus ook ik wil ervoor gaan en werken en ik sta voor alles open en ik wil alles doen. Ja. En hard werken loont, denk ik, hoop ik, ooit gaat lopen. Over hard werken gesproken, jij bent dan de studio ingedoken. Ja. Hoe heb jij jouw team verzameld? Ik heb het zo leuk. Als je zo niks kent of je stapt net in die showbiz, Ik had het wel geluk dat ik hier en daar al wat mensen leerde kennen door als Michael Jackson te gaan op te treden, want ik viel daar wel altijd wel mee op, ook soms voor kranten of eender wat. Dus ik kwam maar mensen tegen en ik had tegen iemand mijn verhaal verteld van kijk, ik wil dat doen. En die mens heeft mij gezegd van oké, dat doen we. En die heeft mij toen in contact gebracht met Jeremy Vrielink. Ja. Die momenteel heel goed aan het scoren ook is. Dus ik heb contact gehad met Jeremy. En dat klikte direct en
Een paar maanden later zaten we samen in de studio en hebben we van de eerste keer al 4 nummers geschreven. Ja, ook echt originele nummers. Ja, ik vond dat heel belangrijk. Ja. Omdat ik altijd zo denk van, covers zijn leuk, maar dat is zo niet iets van jezelf. Nee. Dus ik vond dat wel belangrijk dat als ik met iets kwam en ik kwam ermee naar buiten, dat het van mij was. Dat ik kan zeggen van, dit is van mij. Je hebt ook echt meegeschreven. Ik heb meegeschreven. Tekst, muziek, beide? Wel grotendeels met tekst, want ik speel geen nootmuziek, waar ik soms heel jaloers ben van mensen die dat wel kunnen, want dat is ooit wel nog iets dat ik sowieso wel nog voor wil kijken. Ik zou heel graag willen drummen, piano spelen, gitaar spelen, maar... 21 jaar, er is nog tijd. Ik heb nog tijd. Je hebt dus een eerste single op de markt gebracht en die heet... Als je met me danst, dat was de allereerste, op vrijdag de 13e. Ja, fantastisch. Ja. Dan stel ik voor dat we een beetje gaan dansen op die single van jou. Jij mag naar ons geïmproviseerd podium gaan. Dames en heren, Mervin. Hey! Come on, baby! Let's rock and roll. Ik kijk je heupen dansen op het ritme. Je leidt me dichter naar je toe. Ik zie dat jij zo stiekem naar me lachte. Jij weet dat ik alles voor je doe. Ik neem je vast en laat de nacht voor ons beslissen. Ik ken je pas, maar dit voelt zo goed. Je zet de stap en zeg ik wil je nooit meer missen. En in een klap raak je in de mood. Want als je met me danst, gaat mijn wereld open. Ik raak uit balans door jou. Als je met me danst, laat ik alle meisjes lopen. Ik raak uit balans door jou. Ik voel je lippen langzaam op de mijne. Het voelt zo bitterzoet. Ik wil vanavond in je armen blijven. Boh, het is wat je met me doet. Je neemt me vast en laat de nacht voor ons beslissen. Je kent me pas, maar zeg dit voelt zo goed. Je zet de stap en zeg ik wil je nooit meer missen. En in een klap raak je in de mood. Want als je met me danst, gaat mijn wereld open. Ik krijg elke dans door jou. Als je met me danst, laat ik alle meisjes lopen. Ik krijg elke dans door jou. Laat me met jou verdwijnen. Sla je armen om me heen. Als jij danst, kan niemand ons scheiden. Oh, laat me nooit meer alleen. Als je met me danst, gaat mijn wereld open. Ik krijg elke kans door jou. Als je met me danst, laat ik alle meisjes lopen. Ik raak uit balans door jou. Als je met me danst, gaat mijn wereld open. Ik krijg elke kans door jou. Als je met me danst, laat ik alle meisjes lopen. Ik raak uit balans door jou. Een superleuke single van een superleuke kerel. En hij is er ondertussen terug komen bijzitten. Mervin, ja, jij zingt, jij treedt op. Je bent natuurlijk nog niet zo lang bezig. Dus ik neem aan dat jij ook wel iets naast het podium doet. Ben jij nog student? Of, Ja, ik studeer nog. Ik studeer in Brugge, waar ik ook afkomstig van ben. In Vives. Omdat het wel belangrijk is ook om een diploma op zak te hebben. We hebben nu ook gezien met die coronatijd dat alles heel onzeker is. Ja, zeker dus in de showbiz. Zeker en vast. Dus ik vond het heel belangrijk toch wel om toch iets... Ik vind het heel belangrijk om iets op zak te hebben, een backup eigenlijk. En waarvoor ben je aan het studeren? Ik studeer nu Global Business Management. Dat is eigenlijk bedrijfsmanagement, maar met een internationaler oogmerk. Oké, en daar heb je ook wel feeling mee? Ja, het ondernemen... Het is niet zomaar iets dat je denkt van ik moet iets doen. Nee, want het ondernemen zit zo ook wel wat bij ons in de familie. Mijn papa is zelfstandig ondernemer, mijn broer ook. Dus het ondernemen zit zowel wat in de familie, dus... Ik ben ook wel ondernemend ingesteld ook. Dus nee, het was... Ik heb heel veel interesses. Dus de keuze maken was wel moeilijk op zich. Maar ja, ja.
Ja, oké. Okay. Het is gelukt. Ja, voilà. Kijk, dit is mijn eerste jaar, dus... Ja, heel goed, heel goed. Ja, wat is nu het beste wat jou zou kunnen overkomen? Dan droom je echt, of waar ligt de lat van ambitie? Ambitie, ik zeg altijd tegen mensen, moest ik ooit van muziek kunnen leven? Dat zou ik heel blij zijn. En is mijn diploma bijzaak op dat moment? Maar dat is natuurlijk een droom. Is dat een utopie? Ik heb er geen idee van. We zien wel wat het brengt, maar ik zou toch het liefst van al die diploma nooit nodig hebben en me gewoon volop focussen op de muziek, op het entertainment, op... Waar jouw passie ligt. Ja. Ik heb altijd al gedroomd van iets in de showbiz te doen, als ik vroeger iets moest neerpennen en in een vriendenboekje, wat wil je later worden? Ja, iets in showbizland. Is het nu als presentator, als zanger, als misschien achter de schermen, als... Als het maar iets met showbiz en... En het entertainment, dat spreekt me enorm aan. Het is altijd zo geweest. En van waar dat eigenlijk komt... Ja, ik wou net zeggen, is dat ergens in de familie... Nee, mijn papa is dat totaal niet voor. Met alle respect ook. Mijn stiefmama ook niet. Niemand eigenlijk in mijn familie dat zo denkt van... die heeft dat ook ooit geprobeerd en dat is niet... Nee. Genetica is een raar beestje dan, denk ik. Ja, dat is op zich heel raar, maar ik weet echt niet voor waar dat komt. Het is altijd zo wel iets geweest dat ik zo in de band was van shows. Of van, toen ik een jaar of 7 was, had ik zo de musical The Cats gekregen op DVD. Ah ja. Okay. En toen deed ik dat ook altijd zo na, die danspasjes en zo. En ik vond, dat is me altijd wel wat getriggerd om daar iets in te doen. Ja, jij bent iemand die dus echt wel kijkt naar grotere artiesten en dan probeert daar dingen uit mee te pikken. Ja. Even Michael Jackson buiten beschouwing gelaten. Een levende artiest waarvan je zegt, daar kijk ik nu echt nog naar op. Of daar ben je misschien zelfs fan van. André Hazes en Wil Tura, dat zijn zo de twee mensen waar ik denk van, daar kan ik uren naar kijken. Maar ik wou net zeggen, André Hazes junior dan ook? Beide. Beide. Ja, ik heb een heel groot zwak voor senior ook. Ja. Maar ook voor junior, hoe dat die... Hoe dat die ook zijn privéleven is ook gewoon zo geestig. En zijn heel veel mensen die zo denken zo van... Niet dat me daar al wel weer spiegel, zeker niet. Maar dat hij ook zo meemaakt. En zo qua nummers dan eruit komen. Dat is toch... Het levenslied. Ik vind dat geweldig. Ja. Zo al die mensen zo zeggen van, dat hij daar allemaal doet in zijn privé. En ik denk zo van... Ja, laat hem doen. Dan komt er fantastische muziek, fantastische teksten. Ja. Dat is ook echt dat volkse, dat levenslied. Ja, gaat echt over de dingen des levens. Hè? Dat is toch geweldig. Dat je zo... Kalui, je voelt je op een bepaald moment slecht. Het is gedaan met je vriendin of eender wat er kan gebeuren. En je luistert zo en je denkt zo van, tja. Dat merk ik ook. Van, ik voel ook precies hetzelfde en daaruit kan ik steunen. En dat vind ik, als je zo muziek kan brengen naar de mensen toe die zeggen van, wat hij daar zingt. Ik voel het ook. Ik voel het. Ja, en ik snap je hoe dat je voelt. Ja. Ik denk, voor een artiest zijnde, dat het mooiste compliment dat je kan krijgen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ik denk ik denk ook, en daar nu, mijn muziek is heel, moet ik dat nu zeggen, globaal voor iedereen toegankelijk, is niet speciaal met een bepaalde boodschap. Maar ik zou er toch Er zit wel iets in. Ja, er zit iets in, ja. Maar ik wil iets meer, nog meer toespitsen op wat er gebeurt. Ja. En ik denk dat dat... Moeilijk. Ik denk dat dat ook ontzettend moeilijk ook is. Dus denk dat is ook heel confronterend als performer, als je heel kwetsbaar opstelt. Je laat echt mensen meekijken eigenlijk in jouw ziel, of je geeft een stukje bloot van iets dat je zelf meegemaakt hebt. Dat is ook een beetje eng. Dat is ook wel best spannend. Ja, en ik denk ook dat ik daar ook wel moeite mee zou hebben, omdat ik heel emotioneel kan reageren op bepaalde zaken. Dingen die mij echt raken, ik ben niet gegeneerd om een traantje weg te pinken. Dat ook. En ik denk ook wel... Dat ik dan ook, als ik dat zo'n nummer zou moeten brengen, dat ik ook wel heel snel de krop in de keel krijg ook. Want ik kan bijvoorbeeld in de auto zitten, rijden, en ik vind dat super ontspannend rijden met de auto. En ik krijg dan zo de meest melancholische muziek op dat er is. En dat vind ik, dat is soms zo raar. Ik vind soms, hoe melancholischer het is, hoe beter ik het eigenlijk vind. En dat is misschien super raar, maar ik kan er enorm veel steun uit. Maar ik denk, een gevoelsmens zijn, dat een troef is, als zanger en artiest. Ik denk dat echt wel. Ja, maar ik denk ook dat soms een nadeel kan spelen ook. En daar moet je natuurlijk de balans in vinden, dat je daar niet te ver in gaat. Ja, wel, dat je wel het gevoel meegeeft, zonder zelf volledig jezelf daarin te verliezen. Dat is. Ja, maar ik denk ook, weet je, emoties, dat is iets, dat het mooiste dat er is. Ja. Je kan een lach hebben om iets, je kan een traan hebben om iets, ook voor beide of omgekeerd. Absoluut. En de essentie van muziek gaat natuurlijk ook over gevoel. En het brengt ook mensen samen ook. Ja. Want... Nu merken we dat ook weer op optredens ook. De mensen nemen elkaar dan een keer vast, gaan meewiegen. Mensen hebben er ook nood aan, hè? Ja, ik denk dat ook. Het heeft heel lang geduurd voordat we weer mogen. Nu mag het. En ik denk dat er heel veel mensen naar snakken ook. Ik ben ook deze zomer een paar keer geweest naar het pop-up theater in Middelkerken.
van de Sportpaleisgroep. Dat je ook zo ziet hoe dat er leeft bij de mensen. Of hoe blij dan de mensen zijn om weer een live band te horen. Absoluut. Om weer een groot artiest aan het werk te zien. Het werd tijd. Om weer samen te zijn met elkaar. Het werd tijd. Ja. Geweldig. Ja, Merven, om af te sluiten. Je hebt meteen ook gevolg gegeven aan die eerste single. Ja. Want je hebt ook een tweede single uitgebracht. Best om eens, hè. Ja, daar heb je ook aan meegeschreven? Ja. Okay. Ja, dat staan we opgeschreven. Ja. En dat nummer had eigenlijk gewoon over het feit van... Zij haalt het best naar mij naar boven. En zonder haar ben ik eigenlijk niets. Ja, dat is een mooie boodschap. Ja. Ja. Zeker als iemand thuis zit te kijken, als ze weet. Ja, dat weet ik niet. Voilà. Oké, goed. Ja, Merven, mag je danken voor het gesprek. Ja, dank je nog een laatste keer naar ons geïmproviseerd podium. Dank je wel. Dames en heren, Merven. Maakt verlegen, doet me zweven, laat mijn wereld open gaan. Zij laat me leven, doet me beven, zal er altijd voor me staan. Zij is de waarheid, zij is de toekomst, zij is degene die met alles wegkomt. Zij is die ene voor mij. Het beste aan mij is zij. Zij geeft me reden, doet beleven en laat al mijn zorgen gaan. Wil alles geven, niet voor even en zal er altijd voor me staan. Zij is de waarheid, zij is de toekomst, zij is degene die met alles wegkomt. Zij is die ene voor mij. Het beste aan mij is zij. Het beste van mij is zij. Jij bent mijn waarheid, jij bent mijn toekomst. Jij bent diegene die met alles wegkomt. Blijf voor altijd bij mij. Het beste van mij, het beste van mij. Het beste van mij is zij. Het beste van mij, het beste van mij, het beste van mij is zij. Het beste van mij, het beste van mij. Je kijkt nog altijd naar het Cultuurkanaal en ondertussen is mijn tweede gast er komen bij zitten en dat is de immer sympathieke Herbert Verhagen. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Dag, Christophe. Ja. Jij nodigt mij heel vaak uit in de studio bij MenTV. Zal dat zijn. En vandaag zijn de rollen omgedraaid. Dus ik ben een beetje, beetje zenuwachtig. Oh, jij? Ja, toch wel een... Alles vragen, doe maar. Ja, voilà. Ik ga meestal stel ik vrij brave vragen, dus ik ga meestal net niet over the edge, dus komt helemaal goed. Okay. Ja, Herbert, jij bent natuurlijk iemand die ook heel vaak heel veel dingen combineert. Jij zingt, jij presenteert. Hoe lang doe je dat eigenlijk al ondertussen? Het presenteren combineren met zingen. Of überhaupt de Vlaamse showbiz. Ik werk al 20 jaar voor Radio 2. Dus dat maakt dat je heel veel artiesten al hebt gezien. Destijds presenteerde ik Zomerhits. Ik heb dat 5 jaar gedaan. Hadden wij een liveshow in Vlaanderen. Verschillende zelfs. Radio 2 Band aan Zee. Hadden Viva Vlaanderen Band. Gingen bij de artiesten thuis. Naar concerten, weet ik veel. Dus je kent al heel wat artiesten die ook al heel lang meedragen. En dan het mensverhaal, dat is nu net 10 jaar. Heel toevallig gekomen door daar zelf te zijn met een plaatje. Zoals ik hier nu ben bij jou. En na het interview, ik denk dat dat met Stefanie Meijer was, ex-Miss België, zei de baas van MenTV, weet je wel, moet ik het gebouw eens tonen? Ik zeg, ja, dat interesseert mij wel eens. Dus gewoon eens een tour gedaan. En ik zeg tegen hem, maar kijk, als je in nood zit, iemand dat ziek valt of zo, ik wil dat wel een keer proberen. En 3 weken later had ik mijn programma, dat ondertussen 10 jaar oud is. Van het een kwam het ander. Ja, wat is dat? Ja. Dus eigenlijk al een tijdje. Hè. Nu wat de muziek betreft, toen ik 5 was, ging ik al naar de muziekacademie.
klarinet gestudeerd, notenleer enzovoort. Dus dat, die muziek, dat zit in je lijf of het zit er niet in. Ja, absoluut. Dat dus is en die drie zaken combineren, is, ja, dat vind ik de max. Hè. Ja, ja. Wat moet een goede presentator volgens jou vooral hebben? Oren. Oren? Ja, luisteren. Je moet een beetje empathisch zijn, toch luisteren wat mensen zeggen. Soms in een antwoord, geven mensen wel een correct antwoord, maar voel je zo en zie je ook ogen in de blik van, er zit daar meer achter vanaf, dan kan je doorvragen en kom je veel meer te weten. Mensen kijken en luisteren graag naar verhalen. Uiteindelijk, artiesten zijn allemaal ook mensen. Mensen van vlees en bloed, absoluut. Die alles meemaken, die veel meemaken in het leven en die soms veel dingen voor hun eigen houden, maar die dan soms ook opgelucht zijn dat ze een keer iets kunnen vertellen wat op hun hart ligt. En dat vind ik wel boeiend. Ja. Dus jij bent ook niet de presentator die alles op briefjes gaat opschrijven op voorhand en zeg maar alles afratelt op voorhand en jij gaat luisteren en kijken van waar het gesprek zeg maar naartoe leidt. Al denk ik, je moet ergens beginnen. Hè. Toen ik begon bij Radio 2, moest ik wel nog van de persoon die mij coachte zo'n interview voorbereiden. Waar wil je naartoe? Wat is uw focus? Ja. Hoe gaan we dan naar dat toe? Wat wil je eruit halen? Dus het moet ook wel een beetje... meestal is als ik ergens naartoe rijd bijvoorbeeld om iemand te interviewen, dan mijn voorbereiding gebeurt in de auto. Ook als ik naar mijn tv rijd, dan ben ik aan het voorbereiden in de auto. Maar ik heb niks op papier. Een beetje de structuur van wie dat er komt. Ja, en ook een beetje background informatie. Dat je wel een beetje weet van wie zit er hier voor dat mij. Vind ik nu wel belangrijk. Dat niet te vrijblijvend blijft. Maar het is boeiend. Hè. Ja, absoluut, absoluut. En het is een uitdaging, absoluut. Hm. Ja. Het cultuurkanaal. Hè, dus we zijn hier bij het cultuurkanaal. Als ik het woord cultuur zeg, wat komt er dan het eerste in jou op? Dat is eigenlijk echt een goede vraag. Hè. Want ik vind dat een zeer beladen woord, cultuur. Ik heb altijd gedacht dat wij daar niet bij hoorden. Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Ja, ja. Maar soms komt dat in bepaalde middens, komt dat zo over. Het heeft een bijklank. Ja, vandaar dat ik het zo leuk vind dat iedereen hier welkom is. Want wat wij doen is ook cultuur. Als je elk weekend of sommige artiesten elke dag bijna honderden, duizenden mensen bereikt, dan ben je echt bezig met een vak en laat je mensen zien wat je kan, je talent. Liedjes schrijven, liedjes brengen, acteren, weet ik veel. Het is een brede waaier. Het is heel breed en ik probeer van alles zo een beetje te snuiven en te proeven. Ja. En het ene ligt u en het andere niet, maar je moet er wel voor openstaan. Ja. Dus ik vind het goed dat dit kanaal heel breed gaat en dat zowel de persoon die de artiesten boekt als de artiest en mensen uit de cultuurwereld naar hier komen. Dat is goed. Vind je dat er in de mainstream media te weinig aandacht is voor cultuur? Het zou een beetje meer mogen zijn. Hè. Ja. Het gevaar is als men zo... Ik heb niks tegen een boekenprogramma bijvoorbeeld, maar als het alleen dat is, denk ik dat je al een groot deel van het brede publiek uitsluit. Ja. Ik heb niks tegen boeklezers, hè, voor alle duidelijkheid. Maar soms is dat zo... ik weet dat ze dat allemaal wel proberen en zo, maar als je dan tv maakt voor maar 40.000, 50.000 mensen, het kost allemaal heel veel geld. Ja. Je moet dat ook een beetje gaan verantwoorden. Ja, absoluut. Maar als je, en bijvoorbeeld bij MenTV, komt er een binnen met een boek, luisteren we, en daarna is er een artiest, en dan weer iemand uit de musicalwereld, en dat vind ik tof. Het zou gevarieerder mogen zijn. Ja, de cocktail mag, zoals jullie hier doen, wat breder. Ja, oké. Okay. Ja, enfin, we gaan zo straks nog verder praten, maar ondertussen ga jij een liedje zingen voor ons. Want je hebt een aantal songs meegebracht. Wat is het eerste dat jij gaat zingen voor ons? Het liedje Zonder jou, een verloren man. Dat is eigenlijk een liedje van Rob de Nijs. Bij hem heet het Zonder jou. Maar ik had al een liedje met Zonder jou als titel, dus moesten we iets doen. Er moest er nog iets bij geplakt worden. Een verloren man. Heel schoon liedje. Ja. Heel speciaal. Ja, dan gaan we daar met veel plezier naar luisteren. Jij mag naar ons geïmproviseerd podium gaan. Dankjewel. Dames en heren, Herbert Verhagen. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen, dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen, en hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen, zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan.
Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil, zonder jou. Zonder jou, een verloren man, die niet slapen kan, zonder jou. Is zo vreemd, maar soms kan ik jouw stem nog horen. Met mijn ogen dicht zie ik je soms nog staan. Als een dwaas hou ik van jou, was nooit tevoren. En ik vraag me af, hoe moet dat verder gaan? In dit huis waren we zo lang samen. Was het daarom dat je ging, misschien? Ik schrijf je naam op de beslagen ramen. En ik weet, ik zal je nooit meer zien. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil, zonder jou. Zonder jou, een verloren man, die niet slapen kan, zonder jou. Zonder jou. Herbert Verhagen was dat, mooi nummer. En dat staat ook op jouw meest recente album, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Horen, zien, zingen. En ook op mijn meest recente DVD. Want ik geef elk jaar een verjaardagsconcert in Oudenaarde, Salon de Mantovani. Maar dit keer ging dat dus niet. Nee. En de vorige keer ook niet, door corona. Nu wel weer, hoop ik, 2 april. Maar ik heb het dit jaar opgenomen op DVD, dat concert. Met dansers en groot orkest, alles erop en eraan. Je hebt een coronaproof alternatief. Ja, en ik moet zeggen, dat wordt wel gesmaakt. Er zijn waanzinnig veel mensen die dat ze nog hebben, hè, een dvd-speler. Ja, ja. En dus s'avonds een pintje klaarzetten of een wijntje en iets om te eten. En dan gezellig een dik uur kijken naar die show. De dvd van Herbert Verhagen. Ja. Ja, dat is een fijn geschenk voor jouw fans ook wel, denk ik. Die er niet konden bij zijn omwille van die corona. Ja, over die corona gesproken. Jij bent nog altijd vrij voorzichtig. Ik heb mij horen vertellen dat jij ook bij het signeren en foto's nemen toch nog altijd een beetje voorzichtigheid aan de dag legt. Ja, daar zijn 2 redenen voor. We zijn er nog niet. Dat ben ik heel zeker. Mijn vrouw werkt in de zorg, daar doen ze mee aan een onderzoek. 4 op de 10 heeft op dit moment nog antistoffen. Dat betekent 6 op de 10 niet meer. Die hebben echt de derde prik nodig. Ze zijn daarmee bezig. Dus dat is al na dus 2 prikken? En ja, ja, maar die mensen waren eerst gevaccineerd. Ja, ja, ja. Dat is dus ondertussen natuurlijk al een tijdje geleden. Ja, ja, maar ik moet daar ook een maar bij zeggen. Als je een griepvaccin krijgt, ja, na een tijdje is dat ook uitgewerkt. En elk jaar moeten die mensen ook een ander griepvaccin krijgen. Dus ik heb dat begrip voor, maar 2. De zoon van mijn zus, die moet ook wel zeggen, hè, onkel Herbert. Die is 20 of 21, denk ik. Gezond, sportief. Die heeft het zitten. Dus die is ook smaak en geur kwijt. En die moest toch een tijdje in isolatie. Dus het is er nog wel. Voeg daarbij dat er ook mensen zijn die naar optredens komen dat totaal niet gevaccineerd zijn. Ja, ik ben nog een klein beetje voorzichtig. Ja. Ook al weet ik dat we moeten meer en meer afstand doen. En ik ben ook risicopatiënt. Ik heb heel triestige luchtwegen, om het zo te zeggen. Een beetje vernauwde luchtwegen, dus ik neem daar medicatie voor. Dat is 1. En 2, sinds eind mei ben ik diabeet. Dus dat behoort ook tot de risicogroep. En dan denk je van, let toch een beetje op met je gezondheid. Hold your horses. Ja, voilà. Maar dat is wel iets wat ik wel zie, dat heel veel mensen wel denken, het is nu echt wel passé en achter de rug. Dus daar ben je het eigenlijk niet helemaal mee eens. Nee, maar ik probeer elke dag een beetje meer te versoepelen en dat op mijn tempo te doen. Ik heb niet het gevoel dat veel mensen zich daaraan storen. Maar ik droom er natuurlijk ook van dat alles weer normaal kan en dat iedereen er op mijn nek kan hangen en dat we kunnen kussen dat het niet normaal is en knuffelen, want ik doe dat heel graag. Maar dan moet ik toch eerst zo van de mensen die het echt weten te horen krijgen van, gasten, het is voorbij. Ja. Dat heb ik nu nog niet gehoord. Ja. Het is voorbij. Ja. Hoera pro liever, hè? Maar het komt wel. Ik denk dat we nog 1 stresstest moeten doorstaan nu, dit seizoen. De herfst en de winter. En dat we dan in volgend jaar, 2022, kunnen kijken. Al dan niet. Ik ja, het, dus dat dit jaar nog een overgangsjaar is naar hopelijk terug het oude normaal. Ja, ik denk dat we daar allemaal voor mogen hopen. Ja, terug even naar de muziek. Net een nieuw album, een leuke DVD voor de fans. Hoe zou jij het merk Herbert Verhagen omschrijven als artiest?
Wow, man, dat is een fantastische vraag. Ik denk herkenbaar. Ik schrijf op 2 liedjes na, alles heb ik tot nu toe zelf geschreven, ook voor andere artiesten. Is dat muziek en tekst? Nee. Okay. Muziek sommige, maar meestal de teksten. Ja. En het zijn dingen dat ik meemaak of hoor van fans. Dat zit allemaal in mijn kop en dat komt er dan uit in teksten. En die complimenten krijg je dan wel van, we herkennen ons verhaal daarin. Ja. Dat zijn ook de schoonste teksten, als het niet helemaal letterlijk is, maar dat je nog zelf de moeite doet om je verhaal erin te passen. Ja. Dat vind ik leuk. En warm. Ik heb het geluk gekregen van, ik weet niet wie, vooral van mijn ouders denk ik, om een warme stem te hebben. Absoluut. En dat appreciëren mensen wel. Ja. Dus dat maakt, als je optredens doet en je doet tussenteksten met situaties of inspelende publiek, want dat hoort er natuurlijk ook bij en dat doe ik ook heel graag. En elke keer anders, dat is ook iets wat ik nooit voorbereid. Ja. We zien wel wat er gebeurt. Maar dat is ook denk ik het leuke van een live optreden, dat het altijd anders is. Ook voor trouwe fans die heel vaak komen, die horen heel vaak wel hetzelfde repertoire, maar toch zeggen ze heel vaak, maar het is toch net dat tikkeltje anders. En dat is die sensatie van een live event. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik durf ook weinig hetzelfde programma brengen. Ik weet dat er sommigen, als je nu 3, 4 optredens op een weekend hebt, die ze alle 4 doen, ja, die willen ook eens een andere song horen. Dus ik probeer dat. Maar ook voor mijn eigen basiskennis van de songs, is het goed dat je er veel kent, die ene koppelke. Want er zijn altijd situaties dat je zegt, ik ga dat hier een keer brengen. Of ze vragen, zou je dat liedje een keer niet brengen? En af en toe gebeurt dat. Dan probeer je daarop in te spelen. Ja. En qua repertoire, ga je soms breder dan het Nederlands? Ik zing ook medleys in het Duits. Oké. Ja, als kind gingen we heel vaak op vakantie naar Duitsland. En dat Duits, dat ligt mij precies wel. Ja. Andere mensen zeggen, jij moet een keer iets opnemen in het Frans. Je hebt een verhalende stem. En dan zeg ik altijd, ja, maar ik ben nog maar begonnen. Hè. Voilà. We zien wel waar we uitkomen. Ja. Maar het Nederlands is natuurlijk, daar hou ik van. Vlaamse muziek, de mensen in je eigen taal bereiken. En dat doe ik eigenlijk liefst van. Daar ligt jouw hart. Ja. Ja, okay. Ik denk dat dat ook een mooie omschrijving is voor wie Herbert Verhagen is op het podium. Mag ik je danken voor het leuke gesprek en wij gaan nog 1 keer luisteren naar die prachtige, warme stem. Dames en heren, Herbert Verhagen. De werkweek zit erop, de wekker zet ik af. Want morgen slapen wij eens lekker uit. Schoon, de badkuip loopt al vol. We nemen onze tijd. Het weekend start voor jou en mij. Eerst romantisch eten, dan met vrienden op café. Dat maken wij haast elke vrijdag mee. Vanavond uit met jou, niet thuis voor dag en dag. Jij wordt nog mooier met de jaren, ben nog altijd zo verliefd. Vanavond uit met jou, dat is waar ik zo van hou. De dansvloer wacht op onze benen, wat een tijd, een echte zaligheid. Sfeer, gezellig elke keer, dineren met z'n twee. Ik kijk je zo graag zonder woorden aan. Vuur, het wakkert aan zo puur, we delen elk gevoel. Dit is een droom voor jou en mij. Eerst romantisch eten, dan met vrienden op café. Dat maken wij haast elke vrijdag mee. Zing je mee! Vanavond uit met jou, niet thuis voor dag en dag. Jij wordt nog mooier met de jaren, ben nog altijd zo verliefd. Vanavond uit met jou, dat is waar ik zo van hou. De dansvloer wacht op onze benen, wat een tijd, een echte zaligheid. Dit is pas een feest, ons weekend kan al niet meer stuk. Voor ons maakt dit naar zorgeloos geluk. Kom aan! Vanavond uit met jou.
dans waar ik zo van hou. De dansvloer wacht op onze benen, wat een tijd. Een echte zaligheid. Wat een leven met z'n tweeën. Wow, dit is puur geluk. Vanavond uit met jou. Je kijkt nog altijd naar het Cultuurkanaal en ondertussen is het tijd voor mijn laatste gast. En dat is iemand die letterlijk cultuur aan de man brengt. Ja. Danny van Feestzaalcomplex Europa. Inderdaad. Dat zeg ik goed, hè? Ja, absoluut. Okay. Feestcomplex Europa. In het Brakelse, de Vlaamse Ardennen. Ja. Het mooie streek ook. Het hartje van de Vlaamse Ardennen. Ja. En daar breng jij cultuur tot bij de gewone man. Ondertussen, ik ben de zaak begonnen in feite in 1989. Dus... bijna 32 jaar. Dat kan tellen. Ja, ja, absoluut. Dat kan tellen. Absoluut. Ja. Ja, ja. Het is een feestzalencomplex waar jij diverse soorten shows inderdaad organiseert. Dat gaat van slager, line-ups tot theater, als ik het goed bijvoorbeeld, begrijp. Bijvoorbeeld, ja. We hebben shows, ook dansnamiddagen. Ook toneel bijvoorbeeld. Binnenkort is er een toneelvoorstelling bij ons ook. Al wat dat ook cultuur van jong tot oud en wat dat... Natuurlijk, ja, dat massa tot 300, 350 tot 400 personen wel. Ja, 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 ja. Dus een zaal waarin heel wat cultuur kan absoluut ontstaan. Absoluut, en absoluut. Ja, je hebt natuurlijk, zegt het, eind jaren 80. Dus je hebt waarschijnlijk ook ups en downs meegemaakt in de cultuur. Absoluut, zeker en vast, zeker en vast. Het is altijd niet gemakkelijk. En zeker natuurlijk, het zwaarste of het grootste was natuurlijk de afgelopen jaren en half. Die nog steeds niet voorbij is... Wat cultuur en ons betreft in feite, qua dansgelegenheid bijvoorbeeld, mag nog altijd niet. Tot en met begin oktober bijvoorbeeld. Discotheken mogen niet, danscafés mogen nog niet. Hoewel dat er wel momenteel wel overal wel al gedanst wordt en gefuifd wordt. Ja. Met duizenden personen. En achterpoortjes in de En achterpoortjes, ja, maar die achterpoortjes, daar ben ik niet zo... Je bent daar niet zo fan van? Nee, absoluut niet. Liever alles dan toch volgens de, absoluut, volgens de regels. Vast, ja. Ja, en dat gaan we natuurlijk ook doen vanaf begin oktober. Ja, absoluut. Okay. Dus jij organiseert zelf ook dingen? Of boeken mensen de zaal? Beide in feite. Dus wij organiseren zelf bijvoorbeeld iedere maandag seniorendansnamiddag. Maar senioren, dat bent vanaf 45 plus. Dus ik hoor er ook al bij. Grip, ja, het heel neutraal. Ik hoor er ook al bij. Dansnamiddagen, er wordt van alles georganiseerd. Hè. Shows. Wat was de vraag ook nu weer? Ja, dus de vraag was van, jij organiseert ja, zelf. Ja, zelf ook. Er zijn ook verenigingen die... Die beroep doen op de die zaal. Die beroep doen op ja, de zaal. Ook particulieren, mensen die zeggen, wij gaan dat organiseren of dat organiseren. Privéfeestjes. Kunnen we dat bij u doen? Ja. Ook privéfeesten, ja, absoluut. Oké, okay, superleuk, superleuk. Ja, ja, ja. Noem eens een aantal hoogtepunten op van dingen die jij hebt kunnen verwezenlijken in jouw zaal. Of artiesten die bij mij al geweest zijn in de zaak, bijvoorbeeld. Alle Vlaamse artiesten die aan de top staan, hebben bij mij al gepasseerd in de zaak. Ik noem er maar enkele op. Wil Tura, Helmut Lotti in de tijd, de Jovalli... Ga maar treedje af. Ja, van een Christophe. Christophe zit in oktober. De eerste zondag van oktober is de Christophe mij ook in de zaak. Christophe ja, met twee F'en dan? Dus. Ja. Dus, want ja. Ik heb nog eigenlijk Christophe in zijn beginperiode. Zelfs ook nog met Lindsay. Zijn hele beginperiode heeft hij bij mij veel opgetreden in de zaak. Zelfs. Ja, je hebt natuurlijk een hele tijdspanne eigenlijk. Ja, absoluut. Eigenlijk absoluut. Het Vlaamse... Ik heb er heel veel mee te beginnen. En die nu natuurlijk wel heel veel succes heeft. Ja, ja. Ik heb er ook natuurlijk weer veel witte benen die minder succes hebben, maar ja. Kijk, voilà, ja, dat is... Wat is het grootste verschil met toen, zeg maar? Dus begin eind jaren 80, jaren 90 en nu bijvoorbeeld, de Vlaamse showbiz? Het verschil. Het is eigenlijk moeilijk te zeggen. Of de evolutie die je toch ziet. Absoluut. Vroeger had je managers... die moesten voor u naar de platenlabels gaan, naar de vrije zenders gaan, naar alles gaan, die voor u het zelf moesten gaan doen, want anders kwam je niet aan de bak. Nu natuurlijk is het allemaal gemakkelijker. Toegankelijker. Toegankelijker, ik ga het zo zeggen, ja. Via Facebook, al een mediakanaal, dat je zelf kunt
Hè, je neemt thuis een filmpje op, boom, paf, je zet het erop en je vooruit. Niet dat het altijd wel wauw is, want soms zie ik dingen passeren ook dat ik zeg, ach, schat ik het toch, of jongen toch, stop ermee, doe dat niet, weet wel. Mm. Want vele denken natuurlijk, dan ze nemen de micro wat karaoke en ze beginnen te zingen. Hè. Ja. Niet tegenstaande wat ik ook niet verteld heb, ik ben eigenlijk van opleiding eigenlijk, muzikant, pianist, conservatorium achter de rug. Dus je hebt genoeg muzikale background. Muzikale bagage, ik heb al verschillende groepen gespeeld vroeger. Ja. Veel in mijn zaak opgetreden, dus ik weet wel hoe de vork aan de steel zit. Zou je dan kunnen zeggen dat, zoals je daarnet al een beetje alludeerde op het feit dat de showbiz in Vlaanderen misschien een beetje verzadigd is qua aantal artiesten? Of is dat een te gevaarlijke? Je hebt eigenlijk een beetje verschillende categorieën eigenlijk. Ze noemen dat een beetje de A, de B en de C. Als je goed bent, heb de klasse, je kunt goed zingen. Heb je goed voorkomen, je weet van aanpak, alles en nog wat. Ook je entourage. Ook het entourage. Als je een goede entourage rond je kiezen, het is altijd een beetje... heb je natuurlijk meer kans voor toch door te breken. Goeie nummers, het hangt allemaal een beetje af van tijdspannen, de moment, welk nummer. Het is allemaal niet zo simpel. Er is ook een factor geluk. Geluk, absoluut. Absoluut, zeker en vast. Absoluut. Ja, ja. Maar oké, als het goed weet naar voren te brengen, de manier waarop. Oké. Over entourage gesproken, jij hebt ook management gedaan. Ik heb ooit een tijdje management gedaan, ja. Op den duur, ik heb mijn zaak waar je 300% mee bezig bent. En ik ging dat toch een beetje. Ik wilde dat ook een keer het management doen, dat is wel aardig gelukt. Ik heb met die zangeres in de Abbey Road Studios gezeten, de legendarische Abbey Road Studios in Londen. Twee mooie producties gedaan in ieder geval. Ja. Tot op het moment natuurlijk dat de corona kwam. Dan is alles jaren op stilgelegen in feite. Ja. Dus ik heb ook ondertussen de fakkel doorgegeven. Ja, dus jij bent een beetje gestopt met managers spelen. Ja, absoluut. Ja. We gaan ons terug 100% of 300% concentreren, want dat is eigenlijk de bedoeling. Dat is een bewuste keuze. Ja. Dus absoluut. Dat zou je niet meer opnieuw doen? Ik heb het meegemaakt. Het is niet simpel, het is niet gemakkelijk. Ik ga het eerlijk zeggen. Of dat ik het opnieuw zou doen, nu direct niet. Nee. Ik ben ook met een ander project bezig nog, maar het is nog iets te vroeg voor daarover uit te wijden. Helaas, geen tipje van de nog sluier niet, nog vandaag. Nog niet, ik zal terugkomen. Ja, dat is goed. Maar eigenlijk, wat dat mij betreft nu, 100% terug op de zaak, want we hebben een jaar en een half eigenlijk stilgelegen. Ja. Totaal niks. Ja. Niks. Uitstellen, gehoopt van kijk, we kunnen terug beginnen. Dat was weer gedaan. Ja. Agenda-gewijs, dus, begint dat nu een beetje terug goed te komen? Agenda-bewijs, ik heb mijn zaak al ik weet niet hoeveel jaren natuurlijk. De boekingen waren daar altijd, want je hebt zijn periodes, voorjaar, najaar, die boekingen zijn er altijd, vaste boekingen ook. Natuurlijk, met de tijd dat we gesloten waren, zogezegd, zijn er dingen uitgesteld, en nog een keer uitgesteld, en nog eens uitgesteld tot nu. En dat komt er ook nog een keer allemaal tussen. Dus het najaar is redelijk zwaar, ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje een overcompensatie van de periode waarin niks mocht. Ja, weekends hebben dat we weinig slaap gaan zien. Ja, maar dat is misschien ook wel leuk dat eindelijk weer absoluut. We kijken er naar uit. Ja, absoluut. Ja, ja, voor iemand die zeg maar een eigen zaal heeft, wat is voor jou zeg maar de voldoening? Waar haal jij jouw voldoening uit? Ik haal mijn voldoening uit dat ik de mensen eigenlijk, de mensen of de klanten die er zijn, een goed gevoel kan geven. Dan ze eigenlijk naar huis gaan van, och Danny, we hebben ons geamuseerd. Bedankt Danny, volgende keer komen we terug. Ja, daar word jij blij van. Dat geeft mij absoluut. Ja. Dat is een zeer, zeer mooie, tuurlijk. Een mooi doel. Ja, om af te ronden, ja? Danny, de cultuursector. Wat wens jij de cultuursector in de breedste zin van het woord toe na die anderhalf jaar? Dat de cultuur terug vol een bak mag openbloeien. Dat alles terug zoals voorheen. En nog veel beter natuurlijk. Ja. Dus, dat alles vanaf nu terug in stijgende lijn. Absoluut, laat ons voorgaan. Het is de moment, het is ook tijd de moment dat ook de artiesten, alle artiesten in de cultuur terug kunnen hun artje ophalen en terug een beetje centjes verdienen. Ja, en dat het publiek ook terug kan gaan. Absoluut, want eigenlijk voor de cultuur is altijd zo'n beetje... wordt altijd een beetje op de achtergrond gehouden. In Vlaanderen soms wel? Ja, voor de muzikanten, theater, noem maar op.
in de brede zin van het woord. En dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Ja, ja, dus, ja, dat die mensen ook in de kou, soms wel in de kou blijven staan. Maar ik wens de cultuur, laat ons maar voorgaan. Pijlrecht omhoog. Absoluut, ja, zeker. Dat is een mooie boodschap om mee af te sluiten. Danny, mag je danken voor het fijne gesprek. Jullie zijn bedankt. Yes. En u bent bedankt voor het kijken, dames en heren. Dit was het Cultuurkanaal voor vandaag. Tot een volgende keer. Even surfen op het net kwamen we bij dmxrent.be terecht. Vanaf de eerste klik was het duidelijk, hier moeten we zijn. We kozen voor 8 leden, omdat we wilden gaan voor duurzaamheid. We zien dat ze ook bij Meubies die meubels verdeelden en het was eigenlijk wel voor ons een stuk voordeliger. Meubies is ongelooflijk gevarieerd en een ongelooflijk groot aanbod, waar je eigenlijk altijd wanneer je iets zoekt, alles zal terugvinden. De levering en dergelijke was zeer vlot gegaan. We zouden meubels zeker direct weer aanbevelen bij vrienden, familie, zonder probleem.